bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Je zou waarschijnlijk nu een special verwachten, maar dat is niet het geval. Ik heb namelijk de hele week ontzettend hard gewerkt aan iets wat maandag live komt. En dat is namelijk de nieuwe website, een nieuw leerportaal, een nieuwe cursus en een e-book. Dus dat wordt ontzettend, ontzettend bijzonder. Aanstaande maandag staat het online om 12 uur. Dus ik ga dit de hele weekend dag en nacht doorwerken. Dus daarom geen special vandaag, maar een Madelon Praat. En dat is ook wel nodig, want er is namelijk ontzettend veel gaande momenteel. Er is zoveel nieuws dat ik afgelopen maandag al dacht, shit, ik had ergens nog een lijstje bijgehouden. Dat ben ik allemaal vergeten op te noemen. Dus dat komt ook in deze video even naar voren. Want er zijn gewoon ontzettend veel cijfers die belangrijk zijn om te kunnen peilen waar we naartoe gaan met de economie en in hoeverre het impact heeft op ons. Dus allereerst kijken we even naar Amerika, zoomen we wat uit. En daarna gaan we ook in op de cijfers van Nederland, want daar heb ik best wel wat vragen over gekregen van, ja, je hebt het zo vaak over de Federal Reserve, maar wat hebben wij er nou aan? Dus we gaan ook even inzoomen op Nederland, een paar Nederlandse economen erbij pakken. En we kijken eventjes vooruit naar het crypto nieuws. En ik heb een heel leuk inspirerend crypto verhaal wat strakjes aan bod komt. Dus allereerst maak ik mezelf even kleiner. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, is nu het moment om te klikken. Doe het alsjeblieft, want dan zorg je ervoor dat meer mensen dit kanaal kunnen vinden. Hieronder staat die abonneerknop. En ik zie nog steeds dat minstens 40% van iedereen die kijkt nog niet geabonneerd is. Dus doe dat alsjeblieft. Goed, we gaan even beginnen met hier het nieuws over Minneapolis. En het is toch wel interessant. Ik twijfelde even of ik dit moest gaan benoemen. Maar er is een ontzettende opstand ontstaan nadat er een zwart gekleurde man in Amerika toch wel vermoord is, tussen aanhalingstekens, door politieagenten. En dat is gefilmd door omstanders en er is nu een ontzettende chaos. Winkels die in de brand worden gestoken, hele straten die geplunderd zijn. Van alles en nog wat. Je moet maar even op Twitter de boel bekijken. Het leger rijdt door de straten. En het is al 3 dagen lang chaos. Dus dit is best een heftig ding. En ik ga hier niet op in of ze nou gelijk hebben of whatever. De meeste mensen dragen ook mondbescherming, mondkapjes. Er is zelfs een journalist nu opgepakt. Het loopt uit de hand. En ik kan het me wel een beetje indenken. Deze mensen hebben vrij lang in lockdown gezeten. En dan krijg je mensen die sneller boos, sneller geïrriteerd zijn. En als je dan naar buiten kan, dan ja. Ik probeer niet goed te praten. Houd het even in de gaten, want dit is een soort van yellow vest-achtige beweging. En we hebben het hier in Nederland, in Europa vaker gezien. In Hongkong hebben we rellen als deze gezien. En door corona lag het eigenlijk stil. De boeren konden niet meer protesteren. De Yellow Vest die hebben een poosje rustiger aangedaan, maar ze gaan nog steeds al een jaar lang ieder weekend de straat op. En hier in Nederland zijn we vrij layback. We houden ons netjes aan de regeltjes. Laat ons wel horen, maar vooral online. En hier kan wel wat achterweg komen. Het is natuurlijk iets wat Trump totaal niet wil tijdens zijn verkiezingen. Goed, we blijven nog even in Amerika, want de Chicago PMI, de Product Managers Index, een index waar we het vaker over hebben gehad, ook tijdens de allocatievideo, de crisisvideo, waarin ik vertel over hoe je het beste je vermogen kan verdelen. En in die video heb ik uitgelegd wat die PMI precies is. Mocht je dat willen weten, check dat even hierboven. Ik zal een linkje, een i'tje hier neerzetten. Die PMI, dat gaat over de product managers, heel kort uitgelegd. En de product managers, die spreken hun verwachting uit, hun vertrouwen in de economie. En ten aanzien daarvan gaan zij producten of grondstoffen inkopen om producten van te maken. Dus wat ze eigenlijk peilen is, hoeveel grondstof heb ik nodig en hoeveel producten ga ik afzetten en hoe zorg ik ervoor dat ik niet te veel producten inkoop. En als je dus ziet dat die PMI omlaag gaat, verwachten ze dat er minder consumenten zijn die hun producten afnemen. Of althans een lager volume van producten wat wordt afgenomen. En dit is heftig. Kijk even naar wat er hier gebeurt in deze grafiek. We zien hier dus de PMI, dit is die rode streep. En hij is naar een 11-jarige low gevallen. De
BMI was niet meer zo laag sinds 2009. En we weten allemaal, 2007, 8, 9 waren de tijden waarin de kredietcrisis en daarna de huizencrisis ontstond. En ja, dit is heftig hoor, als we dit zien. En eigenlijk moet die groene lijn nu nog volgen, neerwaarts, naar beneden. Maar dit is mindblowing voor mij in ieder geval. Dit is wel, ik had het er toevallig vandaag nog over. Dit is wel een ding waar ik me op voorbereid heb. En het is nu niet zo dat ik een glazen bol heb waarmee ik kan voorspellen dat er een pandemie of een virus als dit uitbreekt. Maar op het moment dat linksom of rechtsom de economie in een slowdown terechtkomt, ga je deze beweging zien. En we hebben nu een mega slowdown gezien. Dus je krijgt een veel heftigere en snellere beweging omlaag. De spikes, de lows zijn veel harder. En eigenlijk zijn die centrale banken opgericht om ervoor te zorgen dat die lows minder low worden en die highs minder high. Maar wat we dus nu zien is dat het tegenovergestelde gebeurt. En daar ga ik zo eventjes op in. Allereerst wil ik eventjes kijken naar de saving rate. En dat is best wel een ding, want de saving rate is veel besproken. Op het moment dat we veel gaan sparen met z'n allen, weinig uitgeven, dan loopt de economie in principe een beetje vast. Dan krijg je dus een mega deflatoir effect. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omlaag gaan. Ik heb je ook vaker dit verhaal voorgelegd tussen inflatie, deflatie, stagflatie. Inflatie is een stijging van het algemeen prijsspel, dus duurdere producten. Deflatie is een daling van het algemeen prijsspel, dus goedkopere producten. Als wij minder geld uitgeven, dus die omloopsnelheid omlaag gaat, dan zorgt dat ervoor dat er minder vraag is naar producten, dus lagere prijzen. Maar aan de andere kant hebben we een centrale bank die alleen maar geld in de economie aan het pompen is, waardoor je zou zeggen, ja, er komt meer geld vrij, dus hogere prijzen. En we zien nu ook dat het aanbod van producten minder wordt. En daardoor zou je ook hogere prijzen aan de productkant kunnen krijgen. Dus dit is een hele lastige situatie. En als we year-on-year bekijken, de shift is massive, staat hier. Een 11,7% surge in income en een 3,1% slump in spending. Dus we zien ook dat er minder inkomen binnenkomt. En dat dus ondanks het feit dat de Amerikaanse overheid toch nog behoorlijk wat geld in de Amerikaanse markt heeft gepompt. En hier zien we een mooie grafiek. The surge in income is entirely due to the massive government transfer payments. Kijk, hier zien we dit. Dit is 2020. Dit was 2007. Transfer payment, government, unemployment insurance. En we zien dus dat we bijna op niveau van rond de crisis 2008 zitten. En ik ben heel erg benieuwd wanneer we nou die grijze blokjes gaan krijgen dat er wordt gesteld 2020 is ook officieel een crisis. Dit is helemaal heftig. De cijfers zijn insane. Wages, salary, private governments, allemaal omlaag. Dit is niet goed. Als ik al deze cijfers zie, de een spiked recht omhoog, de ander spiked recht naar beneden. Personal savings, we gaan minder uitgeven, zou resulteren in lagere prijzen. Maar we zien andere dingen en dat ga ik je uitleggen aan de hand van de Nederlandse cijfers. Allereerst wil ik even met je kijken naar de faillissementen van bedrijven in week 21, afgelopen week. Dat ging om de week van 8 tot en met 22 mei. En dit gaat over de hoeveelheid bedrijven die failliet zijn gegaan. Dat zijn er 75 en dat zijn er 25 meer dan in dezelfde maand een jaar geleden. 25 meer, dus dat is niet enorm fors, kleine stijging. We zien het ook hier, de grafiek met hoeveelheid faillissementen. Het valt op zich mee. Wat wel opvalt is dat voornamelijk de bouwnijverheid stilvalt en dat eet- en drinkgelegenheden, dat daar veel faillissementen onder of tussen zitten. En ook in het bijzonder ten opzichte van de week erna en ervoor. We zien grote verschillen. Groothandel, we zien financiële dienstverlening. Logisch, we hadden natuurlijk die crash gehad. Maar goed, interessant is dus om dit in de gaten te houden. Ik ga dit de komende weken ook even een beetje volgen om te kijken of we hier een spike in gaan zien. Want onthoud wel, er zijn veel bedrijven die subsidie hebben gekregen vanuit de overheid. Als dat wegvalt, dan krijg je pas de echte problemen. Als straks de sportscholen weer open kunnen en ze moeten ineens abonnementsgeld terug gaan betalen, dan krijg je pas te zien in hoeveel, wat voor getalen mensen nog
Wat wilde ik nou zeggen? Ik ben hem kwijt. Oh shit. Ja, in ieder geval, dan ga je dus pas de effecten zien. Dus op het moment dat pas echt alles weer terug gaat naar normaal, tussen aanhalingstekens, dan gaan we zien hoe het echt gaat. Geen subsidies, geen hulp meer. Dan moet er echt een prijs betaald worden. Daarnaast wilde ik even, sorry voor mijn afwezigheid net. Daarnaast wilde ik even naar dit nieuws van het CBS over de hoeveelheid mensen die met... Die niet meer aan het werk zijn. Even kijken. Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160.000 naar 8,9 miljoen. Dus er zijn nu 8,9 miljoen mensen in Nederland die betaald werk hebben. En een van de een terugval is dit. En wat interessant is om te zien is dat, even kijken, het staat hier. Dit is de grootste toename van het werkloosheidspercentage sinds 2003. In april waren er 314.000 mensen werkloos. En dat kwam dus neer op die 3,4%. Maar wat ik niet helemaal eerlijk vind, dat hadden ze hier volgens mij neergezet. De niet-beroepsbevolking is in de afgelopen maanden toegenomen met 124.000 personen. Dus hier wordt niet helemaal eerlijk berekend tussen... Je behoort tot de beroepsbevolking op het moment dat je aan hebt gegeven dat je weer aan het werk wil. En ik kan me indenken dat een heleboel mensen het liefst nu nog een uitkering ontvangen. Of nog even rustig afwachten. Of misschien niet aan het werk kunnen omdat ze nog een uitkering ontvangen of iets dergelijks. Dus de beroepsbevolking en de mensen die niet beroepsbevolking zijn, die wellicht wel op zoek zijn naar een baan, maar dat nog niet aangegeven hebben, daar ontstaat eigenlijk een beetje een scheiding tussen. Vind ik niet helemaal fair om dat te benoemen, maar oké. Hier staat, dit was de grootste toename in de maand sinds 2003. Hier staat het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn. Dus dit is belangrijk. Dit is de grootste toename van het werkloosheidspercentage sinds 2003. Maar in 2003 was dus de eerste keer dat ze die werkloosheidscijfers überhaupt gingen meten. Dus daarvoor hebben we helemaal geen data. We hebben geen data uit 2000. Dus eigenlijk was dit de grootste toename van de werkloosheid ooit gemeten. Of het werkloosheidspercentage. En dan krijg je als titel 160.000 mensen, 160.000 minder mensen met werk in april. Ja, nou, ik weet niet. Zou mijn kop niet geweest zijn in ieder geval. De overige niet-werkenden behoren niet tot de beroepsbevolking omdat ze niet op zoek zijn naar werk of niet beschikbaar zijn. De niet-beroepsbevolking is toegenomen met 124.000 personen. Dus eigenlijk vind ik dat je die 124.000 bij die 314.000 zou moeten optellen. En dan kom je dus op een percentage van 5-6% uit. Dus dan zit je veel hoger. En we zien hier dus ook die mooie grafiek. Hier, dit is een werkloosheidsindicator en de WW-uitkeringen. Dat is ook nog een belangrijke. En we zien dat dat een behoorlijk steile, bijna verticale stijging is. Hier zagen we ook fors meer WW-uitkeringen en de toename hiervan was ook insane. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in april flink toe naar 292.000. Dat zijn er 42.000 meer dan in maart. Dus een stijging van 16,7%. Ja, dat vind ik wel heftig. 16,7% is toename. Dus linksom of rechtsom, dit is geen goed teken. En we moeten deze cijfers in de gaten houden om te zien waar dit strakjes op uitkomt. Of dit strakjes weer toeneemt op het moment dat alles weer open gaat. En mensen weer geld uit gaan geven. Ook zien we hier, vooral horeca doet een beroep op de tegemoetkoming. 60% van de horecabedrijven met minder dan 250 werkzame personen... het CBS meldt dat deze bedrijven een TOG-uitkering is toegekend. Nou, dat was die uitkering van de MKB-bedrijven, dus die zijn groter. Heeft 26% een aanvraag ingediend. 60% van de horecabedrijven hebben dus om hulp gevraagd. En die hebben het gekregen. En hier dus bij de MKB-bedrijven 26%. Ik vind dit heftig, het zijn er veel. Dus dat betekent dat 60% op dat moment substantiële problemen hadden. Want je zou alleen die uitkering aanvragen op het moment dat je echt in de problemen zat. En dan, we hadden het net over die inflatie en deflatie. Dat is dus best wel een ding. Want ik vertelde net, op het moment dat mensen op hun geld gaan zitten, krijg je dat de prijzen gaan dalen. Dat het goedkoper gaat worden. Maar is straks minder aanbod van producten. Er is straks minder aanbod van horeca. Minder aanbod van
kappers. Een paar euro meer kwijt voor een knipbeurt of een taxirit. Gedupeerde bedrijven brengen coronatoeslag in rekening. Dit noemen ze coronatoeslag, maar eigenlijk is dit marktwerking. De kracht van vraag en aanbod. Als er minder aanbod van producten, goederen, van horecagelegenheden is. Want Mark van der Scheis zei het al eerder in een van onze opnames bij de CryptoCast. Hij zei letterlijk, als het zo doorgaat, dan zijn er straks nog maar 2 op de 10 horecazaken over die het redden. En we zien het ook uit de cijfers van het CBS. 60% vraagt hulp aan. Dat zijn dan alleen de bedrijven die waarschijnlijk denken dat ze het gaan krijgen. Ook een heleboel bedrijven vielen daar niet onder. Dus dit zegt voldoende. De prijzen die moeten dus gaan stijgen op het moment dat er minder aanbod is van producten, diensten of goederen. Even verder kijken, want we hebben het dus ook gehad over de Europese Centrale Bank die maar geld bij blijft printen. Maar alsnog zien we dus, dit wordt er allemaal duurder door de coronacrisis. Supermarkten, kappers, nagelsalons, horeca, elektronica. Dat is wel grappig. Ik weet niet of je het een beetje in de gaten gehouden hebt. Ik volg al een maand of twee de prijzen van de MacBooks. En dat is wel leuk, want als je een poosje terug een MacBook hebt gekocht, dan heb je dat een jaar geleden veel goedkoper gedaan dan dat je het nu zou doen. Evenementen, voorstellingen, bioscopen. Eigenlijk alles wat leuk is, wordt duurder. En dat is heel erg shit, maar het is nu wel eenmaal zo. Daar kunnen we niet omheen. Dus aan de ene kant zou je denken, alles wordt goedkoper, want wij gaan op ons geld zitten. Dus je krijgt een implosie. Maar aan de andere kant, het aanbod wordt ook minder. Dus doordat het aanbod minder wordt, krijg je weer dat de vraag en aanbod marktwerking op één niveau komt te liggen. En misschien komt er wel zoveel minder aanbod dan de vraag, dat de prijzen inderdaad duurder worden. En dit kan een tijdelijk effect zijn. Hè? Dat hangt dus van de marktwerking af. Maar daarnaast hebben we nog die andere speler en dat is de centrale bank. En de centrale bank print geld bij. En daardoor komt er meer geld in de economie. En zou je automatisch zeggen dat de prijzen zouden moeten stijgen. Nou, we zien hier de retail sales van Duitsland, van Jeroen Blokland. Hij heeft hele goede tweets. Ik volg hem eigenlijk al vanaf het moment dat ik op Twitter zit. Hele interessante data laat hij altijd zien. That's the largest decline, but also less than half the drop expected. Dus hij zegt hier, de retail sales zijn met 5,3% gedaald in april. Er was dus verwacht dat ze maximaal 2,5% zouden gaan dalen. Dit is de grootste drop ooit. En dit is nog maar het begin. Dus mensen geven minder geld uit. En ik had toch wel verwacht dat het mee zou vallen, omdat ik online nog best veel bestel. Ik denk dat er met mij nog veel meer anderen zijn die dat ook doen. Maar het valt tegen. Het valt echt tegen. En ja, de product managers houden hier natuurlijk rekening mee. Die verwachten inderdaad dat ze minder moeten gaan inkopen. En dat zagen we net al aan de PMI's. Dus het is allemaal een spel van vraag en aanbod. En dan hebben we nog die centrale bank. En natuurlijk de overheden die helpen. En ik kwam op dit interview van Kees de Kort over de steunmaatregelen in de economie. De steunmaatregelen van centrale banken en overheden ondermijnen volgens Kees de Kort het vertrouwen in de economie. De maatregelen hebben als doel te ondersteunen, maar ook het bijkomstig effect is dat consumenten en ondernemers onzeker worden over de toekomst. En dan zit je dus met consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, die PMI dus, maar ook de consumentenindex, vertrouwensindex. En op het moment dat wij denken, hey, we krijgen zoveel steun van de overheid, de centrale banken printen zoveel geld bij, dan gaan de alarmbellen af. En niet bij de gewone Jan in de straat, maar wel bij jou en mij, mensen die deze video kijken. Wij hebben dit al weken, maanden geleden geconstateerd dat er iets misging. Anders kom je niet met zo'n mega steunpakket. Eigenlijk ging het zelfs al mis voor heel corona. In september 2019 begon het al, toen we ineens zagen dat de Federal Reserve geld bijprintte ten aanzien van de grootte van de totale market cap van Bitcoin. En het ging slechts om 1 of 2 dagen om de overnight repo markt te redden. En hij zegt hier, ook lossen de monetaire en de fiscale steunmaatregelen het onderliggende probleem niet op. Namelijk dat iemand uiteindelijk verlies moet nemen. En ik vind het een hele mooie opmerking. Want hij zegt eigenlijk, ja, we zijn alleen maar een beetje, hoe noem je dat? Je hebt er zo'n mooie term voor, pappen en nat houden of iets dergelijks. We zijn alleen maar aan het proberen om nog te stimuleren en het hier een beetje, daar een beetje.
Maar het probleem is er nog steeds. Ik heb ook al vaker gezegd, als het niet corona was, dan was het wel wat anders. De poten van de economie, die stabiele economie, die was er nooit. En met één zuchtje wind, één windvlaagje, valt alles op. En in deze is het corona, dat is een heftige storm. Maar als het de oliecrisis was geweest, had het ook gekund. Als het Venezuela was geweest, had het net zo goed kunnen gebeuren. Wat hebben we nog meer gehad? We hebben Iran gezien, waar dit had kunnen gebeuren. Politieke onrust, wat had kunnen gebeuren. We zien nu dat in Europa er onrust ontstaat, wat allemaal een beetje onderschuift door corona. Maar ook binnen de eurolanden is er veel gedoe. En hij zegt hier dus, maar er wordt niet gelet op het onderliggende probleem, dat iemand moet uiteindelijk verlies nemen. Maar niemand doet dat. En hoe ziet dat verliesnemer er nou uit? Ik zou je ook aanraden om dit verhaal eventjes te luisteren, want het is een ontzettend interessant verhaal. Even kijken. Hier, ondertussen is de economische schade enorm. Overheden proberen het op te vangen met steunmaatregelen, maar dit neemt het schuldenprobleem niet weg. Sterker nog, ze maken de schulden en de totale verliezen alleen maar groter. En die schuldenproblematiek, die was er al in 2008, die is nooit opgelost. Dit is de reden waarom centrale banken graag zorgen voor inflatie. 2% inflatie, omdat dan de schuldenlast minder drukt op de economie. En nu moet er iets gebeuren. En wat moet er gebeuren? Nou, oud-minister Bert de Vries, die heeft hier een antwoord op. Het euro-project is mislukt en we moeten terug naar de gulden. En in de Trouw wordt daar een heel stuk over geschreven. Hij zegt eigenlijk, het is mislukt. En dat heb ik al eerder benoemd in een van de specials die eerder aan bod waren hier in deze video. Toen had ik het over het feit dat het opkoopprogramma illegaal leek te zijn. In Duitsland is een van de hoogste rechters die heeft bepaald dat het feit wat de ECB doet eigenlijk niet monetair beleid is, maar meer politiek beleid. Dus economisch beleid. En dat mag eigenlijk niet. Hij zegt hier, hij is 82 en hij zegt dat hij spijt heeft dat hij zich niet meer verzet heeft tegen de komst van de euro. Hij vertelt hier over een alternatief, terug naar de gulden. Ik denk dat de euro het best zou kunnen blijven gebruiken, maar vooral een afwikkeling met internationaal betaalverkeer. En dat is ook logisch, want er is zo'n verschil tussen Noord-Europa en tussen Zuid-Europa. Ik heb het al vaker gezegd, heel Noord en Zuid, je kan niet een muntunie creëren met verschillende GDP's, verschillende economieën, verschillende manieren van politiek beleid voeren, waarbij in Europa juist heel erg ervoor, of in Noord-Europa er heel erg voor gekozen is om af te bouwen en om ervoor te zorgen dat het begrotingstekort minder werd, zijn ze in Italië alleen maar schulden gaan maken. Dus er ontstaat heel erg ongelijkheid en er zijn nu economen die daarover beginnen te schreeuwen. En een van die economen is Edi Mujaccis. En hij schreeuwt niet, hij praat altijd heel rustig en heel zacht. Maar hij heeft het wel door. En ik sprak met hem, ik denk dat dat nu 3/4 jaar geleden is. En toen hadden we het over het feit dat we ons beiden behoorlijk zorgen maakten over wat er zou komen. En toen was dit hele corona-verhaal er nog niet eens. Maar ik merkte aan hem dat hij zoiets had van, dit gaat niet goed eindigen. Toen hadden we het volgens mij voornamelijk over de repo-markt. En ik merkte een soort van angst bij hem. En hij probeert in zijn artikelen, columns die hij schrijft, zowel op de website waar hij als hoofdeconoom actief is bij OHV, maar ook bij het FD, bij IX Profs, waar hij voor schrijft, probeert hij mensen te informeren over wat er nou gaande is. En dit is een van de economen met een andere visie, een meer Oostenrijkse visie. En dat vind ik knap, want je schopt tegen de huidige economische golf, maatstaven, stroom, whatever, schop je aan. En hij zegt, even wat feiten op een rij. En dit gaat dus over Noord- en Zuid-Europa. En Italië wil per se dat Nederland, Duitsland hun helpen om er bovenop te komen. Dus of dat nou met die eurobonds is. Misschien moet ik daar een keer een special over maken, hoe die eurobonds nou werken. En op welke manier de Europese Centrale Bank nu eigenlijk een soort van die eurobonds stimuleert. Laat me even weten als je over eurobonds of wat er nu gaande is tussen Noord- en Zuid-Europa, als je daar een special over wil hebben. Want ik ga er nu niet te diep op in, maar ik zal je even kort uitleggen. Even kijken. Hij zegt hier, even wat feit op een rij. Italië krijgt ruim 80 miljard euro voor de uitgifte.
Sorry, opnieuw. Even wat wijd op rij. Italië krijgt ruim 80 miljard euro aan giften uit het nieuwe op te richten eurofonds. Italië heeft daarnaast een van de grootste goudreserves van de wereld. Gerekend in grammen goud per inwoner heeft het meer goud in bezit dan Nederland. En ongeveer evenveel als Duitsland. En dit is toch raar, want ik heb in mijn video's behoorlijk wat opmerkingen gehad van mensen die zeiden, ja, maar Duitsland kan toch gewoon hun goud verkopen? Waarom doen ze dat niet? En ja, Duitsland kan hun goud verkopen, maar als men opnieuw wil beginnen, economen weten al lang dat er een koppeling moet zijn met goud. Als je opnieuw wil beginnen, hoe ga je dat doen? Dat gaat niet meer lukken met een fiat systeem. Dat moet met een koppeling met goud. En ik sprak hier 2 jaar geleden al over met Lex Hoogtuin, nog een econoom die graag een andere inzicht heeft. En toen zei hij al, 15 jaar, maar we moeten weer terug naar iets waarbij er een koppeling is, waarbij er niet ongelimiteerd lang geld geprint kan worden. Dat is trouwens oud-president van de Nederlandse Bank, mocht je afvragen wie het is. En hier blijkt dus uit, Italië heeft problemen. Waarom verkopen ze niet het goud? Waarom verkopen ze niet het goud? Als ze opnieuw willen beginnen, is goud hun enige manier. En dit is ook, bedenk ik me nu ineens, dit is ook waar ik denk 3 of 4 maanden geleden een video over heb gemaakt. Toen dat Willem Middelkoop op de website van de Nederlandse Centrale Bank een nieuw zinnetje gevonden. En daar stond letterlijk waarom de Nederlandse Centrale Bank goud aanhield. En er stond echt gewoon uitgeschreven, op het moment dat we opnieuw zouden moeten beginnen, dan kan goud ons die mogelijkheid bieden. En dat is waar het om gaat. Dat is waar het in dit verhaal om gaat. Italië kan gewoon opnieuw beginnen. Maar de euro is nog niet kapot. Dus waarom zouden ze nu al hun goud verkopen? Tuurlijk doen ze dat niet. Ze gaan zo lang mogelijk rekken. Zo lang mogelijk, zolang ze maar kunnen. En Eden schreef daarnaast ook een stukje over de fantasie van de econoom Philip Lane. En dat is wel heel erg leuk. Dat was een stuk in de Telegraaf. En die had een grappige kop. Ik moet eventjes erop klikken om het weer te zien. Oh ja, topbestuur ECB. Dieptepunt crisis is nu. Zo van, dit is het moment. Dit is de diepste crisis die we gaan zien. En nou, hier, ik zal het eventjes kort met je doornemen. Het begon bij zijn opmerking dat de hoge schulden in veel Europese landen een kleiner probleem zijn dan in het verleden, omdat het merendeel ervan in handen is van de huishoudens van hun eigen land. En voorheen was de schuld vooral in handen van buitenlandse schuldeisers. Nou, dit klopt. Maar, dit klopt inderdaad, Nederlanders hebben bijvoorbeeld heel veel schulden moeten maken omdat belastingen duurder zijn, omdat de accijns hoger zijn geworden, heb ik het vaak over gehad. Maar Lane vergeet voor het gemak dat de schuld van een land te hoog is en dat de economie afgeremd wordt, dat de regering minder beweegruimte heeft door de hele corona gebeuren. En die feiten laat hij allemaal achterwege in het verhaal. Maar er was nog iets interessants. Hier zei hij, de lange termijn rente zijn historisch laag. En dit heeft volgens hem niks van doen met het beleid van de Europese Centrale Bank. En we hebben het hier vaker over gehad. Want de Europese Centrale Bank heeft gewoon 2 mechanismes. Geld bijprinten en in zekere zin de rente. En hier zegt Lane dus eigenlijk, die lange termijn rente, daar hebben wij helemaal niks mee te doen. De rol van de Centrale Bank is bescheiden. De rentes zijn zo laag omdat er mondiaal veel te veel gespaard wordt. En dat zie je nu ook. We hebben net de cijfers erbij gepakt. Inderdaad, er wordt veel gespaard. Maar dit gebeurde ook al voordat de rentes onder of naar nul of zelfs onder nul zouden zakken. En de rentes vrijwel tegelijkertijd met de renteverlaging, nou, bla bla bla. Hetzelfde geldt voor staatsobligaties. En het lijkt erop dat hij niet mag zeggen, ja klopt, we hebben een fout gemaakt. En Klaas Knot, die zegt het wel heel netjes. Die zegt, ja, het beleid van ECB is inderdaad een experiment. En hij probeert hier gewoon nog, mensen te beïnvloeden in de Telegraaf van, ja jongens, wat wij doen is eigenlijk hartstikke goed. En Ene zegt ook, het is gewoon lachwekkend. Hij zegt hier, dit is wat Philippe dus zegt, we willen niet zoveel schulden opkopen dat de werking van de financiële markt daardoor wordt verstoord. Wat?
Dat is toch wat er al lang gebeurt. Wat de ECB doet is te vergelijken met iemand die op de markt voor bijvoorbeeld aardappelen zou melden, zou komen en dat hij dan zou zeggen, alle aardappelen koop ik op ongeacht de prijs. Dat is wat de Europese Centrale Bank doet. De landen in Europa, wat is er, Miep? Landen in Europa die geven geld uit en of geld, staatsobligaties geven ze uit. En de ECB koopt alles op en dat zorgt ervoor dat die rente natuurlijk laag wordt. Kijk schat, we zijn een filmpje aan het opnemen. Ben je aan het irritant doen? Dat is wat er gebeurt. Dus die rente die wordt uiteindelijk laag. En dat doet de ECB natuurlijk. En ene zegt hij letterlijk, als je dat met droge ogen kunt zeggen dat je de aardappelmarkt niet verstoort, dan verdien je een Oscar voor de beste acteur. Dus Philippe, bij deze. Het mooiste zin uit het interview vond hij dit. Schuld is heel anders. Schuld heel anders op de economie weegt als rente. 4% is dan wanneer de rente 0 is. Nou, behalve dat hij geen woord gerept heeft met de rente die langdurig 0% is, is de uitspraak eentje uit de categorie aandelenkoersen zijn gestegen omdat de vraag erna groter was dan het aanbod. Ja, bij 30 graden is het warmer dan bij 0. Maar makes no sense. Dit soort inzichten, geen prijs is te hoog natuurlijk. Geeft die man een fikse opslag. Ja, kijk, hij doet zijn best, hij doet zijn werk. Maar ja, het feit dat ze niet zoveel schulden willen opkopen is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Want wat ze hiermee gewoon doen is het voeren van politiek beleid. Precies wat die Duitse rechter in Duitsland van het Hoogste Hof in Duitsland al eerder verteld heeft. Nou, ik wil nog even naar Jeroen Blokland om nog even te bewijzen dat er inderdaad heel veel bonds en stocks opgekocht zijn. Stocks dus aandelen en bonds zijn staatsobligaties, dus leningen die de overheid uitschrijft. En ja, je ziet het dus hier letterlijk 1,3 trillion. Central banks bought more than USD. En hier staat Federal Reserve, Europese Centrale Bank. Dus de Europese Centrale Bank is dat witte. Federal Reserve is het gele. Bank of Japan is het blauwe. Bank of England zien we nu ook wat meer. Bank of Canada zien we hier. Maar ja, dit is. Je kan niet verkondigen dat je weinig schuld opkoopt. Kijk wat hier is gebeurd. Het gebeurde in 2008 niet eens. Maar goed, oké. Okay. Daarnaast is er nog meer nieuws, want de banken komen een beetje onder druk te staan. En dit was eigenlijk wat we al hadden gezien. De banken raken in een probleem op het moment dat mensen met schulden, met hypotheken, kredieten, leningen, et cetera, of bedrijven, dat die hun schulden niet meer kunnen betalen. En wat even goed is om te weten, mocht je de Big Short nou nog niet gekeken hebben of lang geleden gekeken hebben, ga hem kijken. Ook als je hem vorige week gekeken hebt trouwens. Hij blijft leuk en goed. Maar onthoud even dat er onafhankelijk, dus aanhalingstekens, beoordelaars zijn die kredieten beoordelen. En dit worden kredietbeoordelaars genoemd. En in 2008... zijn die behoorlijk in opspraak gekomen. Want die kredietbeoordelaars, bijvoorbeeld Standard & Poor's of Moody's, die worden betaald door de banken. En dat kan eigenlijk niet. Dat is alsof je... ik weet even geen voorbeeld. Maar goed, de banken betalen voor het best mogelijke krediet. Dus dat is alsof je een rapport maakt over vleesproductie, terwijl jij zelf vlees produceert. En de uitkomst van dat rapport wil je dan zo goed mogelijk hebben. Want je wilt meer vlees verkopen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus die banken die huren kredietbeoordelaars in en die gaan kijken naar de schulden die banken in portefeuille hebben. En het liefst willen ze allemaal AAA hebben, want die kun je voor duurder weer verkopen. En daarmee kun je extra geld verdienen. Maar de kredieten die worden soms afgewaardeerd. En er zijn bijvoorbeeld bepaalde regels bij pensioenfondsen. Die mogen geen junk bonds, dus geen junk lening of junk leningen met een junk status aanhouden. Dus die een grote kans hebben niet terugbetaald te worden. En vaak moeten zulke leningen ook afgeschreven worden. Maar goed, daar gaan we het nu even niet over hebben. We gaan het nu hebben over de verliezen op die leningen. Ik kan hier later ook nog wel een keer special over maken hoe dat precies werkt met die
met die leningen en dergelijke, over de bonds, over het afschrijven, junk status, AAA, BB, et cetera. Maar daar gaan we nu even niet op in. We gaan nu over de kredietverliezen. Want hier staat de volgende kop. Rabobank zegt, de corona is een harde klap voor de winst in 2020. En wat er eigenlijk wordt gezegd, de bank denkt zo'n 2 miljard euro opzij te moeten zetten voor slechte leningen. En dat is het dubbele ten opzichte van vorig jaar. En de winst was vorig jaar 2,2 miljard. Dus je kan er nu wel alvast gaan uitrekenen dat Rabobank waarschijnlijk geen verlies gaat maken dit jaar. En het komt er dus op neer dat zij verwachten dat een heleboel leningen niet terugbetaald zullen worden. Er is gewoon een heel groot kredietrisico. En dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat onder andere de spaarrente nog wel eens omhoog zou kunnen gaan. Of spaarrente, de rente bij banken als je de hypotheek afneemt. En de spaarrente wordt natuurlijk negatief op de lange termijn, omdat banken minder marge hebben. Ik kwam eens een tweet tegen van Jan Nieuwenhuis, een van mijn favoriete Twitter-personen die ik graag volg. Hij twittert veel over goud, over zilver, over economie. En dat is ontzettend interessant. En wat ik graag eventjes... Ondertussen gaat de bel. Goed, maakt niet uit. Wat ik graag even hierover wilde zeggen is dat hij een bericht plaatst over of de euro deze crisis gaat overleven. En vergis je niet, deze crisis is heftiger dan wat er in 2008 gebeurde. Ik moest heel even naar de deur, maar goed, het is nu gelukt. Ik ben er weer. Ik wilde het dus even kort met je hebben over die tweet. Hij vroeg dus aan 2000 mensen of de euro de komende crisis zal overleven. Ik denk zelf dat er een grote kans is dat het niet gebeurt. En dat we een euro versus een euro krijgen. En er zijn met mij behoorlijk nog wat mensen die dat denken. En natuurlijk zegt zo'n poll helemaal niks. Maar dit zegt wel wat over het vertrouwen van de consument in de economie. Goed, daarnaast wilde ik nog even één ding benoemen en dat gaat over Novi. Of één ding, twee dingen eigenlijk. Dat gaat over Novi. Novi is de nieuwe naam van de Facebook wallet van Libra. De wallet zou Calibra gaan heten, maar ze hebben nu een nieuwe naam die afkomstig is uit de Latijnse woorden Novus en Via, wat eigenlijk nieuw en weg betekent. En de portemonnee krijgt dus een makeover. Ze gaan de hele naam rebranden. En ze zijn dus alsnog van plan om de boel te gaan lanceren. Er staat alleen niet of de zomer van 2020, wat eerst op de planning was, stond, of dat nog steeds gaat gebeuren. Maar wel een interessant nieuwtje. Goed, daarnaast is er nog een ander leuk nieuwtje. Mocht je nou even zin hebben in iets leuks. Ik vond het echt by far weer een van de meest gezellige podcastopnames in tijden. Het is altijd leuk om eventjes weer met Didi te kletsen. Didi Taihutu van de Bitcoin Family. En nu kan het zijn dat je denkt, ja, maar daar hebben we al zoveel over gehoord, toch? Nou, dit is echt superleuk. Ik wil heel graag nog eventjes vertellen dat we deze podcast opgenomen hebben. En je ziet ook wel aan mijn lach. Ik vond het hartstikke leuk om eventjes met hem te spreken. Hij zit momenteel trouwens in Thailand met zijn familie tijdens de lockdown tijd. En ze zijn daar bezig met allemaal leuke plannen. Er zitten daar meer mensen. Er zit een hele community op een eilandje in Thailand. Het is superleuk. Ik heb ook wel zin om weer die kant op te gaan. Maar goed, eerst moet de bol af. Zoals ik al vertelde, komt aanstaande maandag de website, het leerplatform, een nieuwe cursus en een e-book online. Ik kan echt niet wachten. Ik moet dus ook het hele weekend dag en nacht doorwerken om dit allemaal af te krijgen. Mocht je nou trouwens nog niet ergens je e-mailadres achtergelaten hebben, doe dat hieronder, want dan stuur ik je een mailtje als alles live staat. Mochten we eventueel vertraging of iets dergelijks oplopen, wat ik niet hoop. Goed, ik wilde nog even met je kijken naar de grafiek, want het is natuurlijk een aflevering van Madelon Praat. En dat betekent dat we het ook even gaan hebben over de koers. En we zitten nog steeds in die ontzettend grote driehoek, die symmetrical triangle. Google het woord even, symmetrische driehoek, technische analyse, symmetrical triangle. Klap en flap regel, breekt doorgaans opwaarts uit met een stok aan de onderkant als de koers van onder komt. Maar in 63% van de gevallen, als we alleen kijken naar de symmetrische driehoek, zitten we 52% opwaartse uitbraak. Is nog niet gelukt, heeft de koers al wel heel vaak geprobeerd. Ik ga even inzoomen op de 4 uur grafiek. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer. En nu zitten we weer in een opwaartse beweging. RSI is vrij hoog, dus het zou kunnen dat we vanaf hier weer eventjes terugvallen. Hier ligt de nieuwe steun op 9280. En wat even leuk is nog, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Wat fijn zou zijn, is als de monthly candles, als die groen sluit. Oeh, hier heb ik heel veel gekleerd, sorry.
Als de maandelijkse candle, als die groen sluit, dat zou heel fijn zijn. Ik gebruik de Heiken Ashi candles. En je ziet het ook wel doorgaans. Hebben die gewoon een lange rij van candles opwaarts of candles neerwaarts. Als de candles vrij klein zijn, betekent dat vaak een omkeerpunt. We zien dat ook vanuit hier. Hier waren ze heel groot. Werd die klein, keert hij om. Hier werd hij weer klein. Nou, dit was een beetje rare. Hier was hij weer klein, keert hij weer om. Ook hier. Dus dat is heel fijn om daar wat mee te kunnen. En we hopen natuurlijk dat vanaf hier die lijn gewoon opwaarts wordt voortgezet. Ik kreeg vandaag trouwens nog de vraag. Als die driehoek nou uitbreekt, waar zitten we dan ongeveer? En nou ja, je kan ongeveer 19.000 en 3.000 pakken. Dat haal je van elkaar af. Pak een beetje 15.000. En 10.000, dat tel je bij elkaar op, zit je op 35.000. En dat is nu niet dat ik ga zeggen, ja, de koers gaat naar $15.000. Zeker niet. Maar op het moment dat die uitbraak plaatsvindt, gaan we een hele hoge volumepiek zien. We zien het nu al op de maandcandle, dus dat is eigenlijk heel erg positief. Maar ik word pas echt positief als we daadwerkelijk gaan zien dat we hier wat mee kunnen. Dus dat we die uitbraak bevestigd zien. Ik ben geen handelaar die op basis van wat hij denkt dat er gaat gebeuren handelt. Nee, op het moment dat we die koersuitbraak zien, dan is het al in op hoog volume dan. En dan kunnen we mee richting de maan. En trouwens, over maan gesproken, er is morgen, het is vandaag zaterdag, een hele leuke lancering van een ontzettend gave raket. Ga die ook even checken als je dat nog niet gedaan hebt, als je het leuk vindt. Ik ga even kijken naar het kanaal van Percy. Ik denk dat hij weer een livestream doet. Dus check dat ook. Percy is echt een leuke gast. Gewoon lekker om even te ontspannen. Maar goed, dat wilde ik nog eventjes aan je meegeven. Hier zo teken ik nog even een lijn. Verwachting is mogelijk dat hij hier terugvalt. Maar mocht dat niet gebeuren, we zitten rond de 31ste. Ik hoop echt dat we groen gaan sluiten. Het zal hoogstwaarschijnlijk het geval zijn. En als we groen sluiten, zou dat een bullish beweging zijn. Dus houd even de eerste van Pinkster in de gaten. Houd deze lijn even in de gaten. En ja, we zitten nog steeds niet onder deze blauwe lijn. Dus ik ben ontzettend positief, eigenlijk vooralsnog. Nou, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Ik in ieder geval wel. Het was even een iets snellere video dan je normaliter van mij gewend bent. Maar ja, je weet waardoor het komt. Aanstaande maandag gaat de website live. Heb je nou nog niet je e-mailadres achtergelaten? Doe dat dan hieronder. Vergeet ook niet om sowieso even een reactie achter te laten en je duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. En mocht je nou nog tips, suggesties hebben voor de komende specials van de volgende week, ben ik weer helemaal ready to go als het gaat om het maken van meer content. Dus dat gaan we sowieso doen. Hartstikke leuk. Ik heb er zin in. En ik wens je een heel fijn Pinksterweekend. En ik hoop je maandag te zien bij de lancering. Maandag is er ook een nieuwe video. Die begint al om 12 uur aanstaande maandag. Madelon Praat. Vergeet dat niet. Zet het in je agenda. En ik wens je nogmaals een fijne dag. Doei doei!